Aanstaande zondag komt er een meisje uit 1784 naar museum aan het Vrijthof. Sophie van Wieldek komt voor de presentatie van haar eigen boek, getiteld Gemaskerd aan het bal, speciaal een kijkje nemen. Het kinderboek geeft ons een kijkje in het Maastrichtse leven in de 18e eeuw. Overigens heeft Sophie na al die jaren Maastricht nooit echt verlaten. Het verhaal gaat over Sophie van Wieldek. Hier zien we dat. Sophie heeft echt bestaan. Het is geen verzonnen meisje, maar ze heeft echt bestaan. En ze heeft in 1784 een aantal maanden hier in Maastricht gelogeerd bij een oom en tante. En in die tijd heeft ze een dagboek bijgehouden. En daarin beschrijft ze het leven in Maastricht. Het leven bij oom en tante, maar ook de bezoeken aan het theater, de ontvangsten, de diners. Dus zeg maar het sociale leven in de stad, in het milieu waarin zij verblijft. En 1784, hoe zag Maastricht er toen uit? 1784 is Maastricht nog toch nog steeds een redelijk kleine stad. Maar een stad met een groot sociaal leven, met een florerend theater, met bals, gemaskerde bals ook, zoals het boek ook heet. Maar bijvoorbeeld ook het jaar waarin een luchtballon opstijgt in de stad. Nou, dat is een absoluut fenomeen. Dat beschrijft Sophie in haar dagboek. Dat is ook echt gebeurd. En ook dat speelt in het boek een rol, dat verhaal. Sophie staat hier op de loopbrug, vertelt hier haar eigen verhaal. We kunnen Sophie ook in de TFAF-zaal zien in een projectie waar ze aan tafel zit, samen met oom en tante en een aantal vrienden van oom en tante. En wat was Sophie nou voor een meisje? Een keurig Zwitsers meisje, 17-jarig meisje, opgevoed bij de nonnen op kostschool. En inmiddels de leeftijd om de wereld te leren kennen. Ik denk dat ze vrij geestig was. Ze beschrijft in ieder geval op een bijzonder geestige manier om een tante en de vrienden en de collega's van oom, die commandant in het leger was. Ze heeft een bijzonder plezierige geestige kijk op haar eigen tijd.